Lievert? Lievert, moet dit ook allemaal weg? Ik ben naakt. Daar val ik niet meer voor. Hey Dan, ben je net terug van je werk? Wat? Nee. Het is 9 uur 's ochtends, ik kom net van boven. Woepsie. Wat doe je met de spullen? Ja, we ruimen een beetje op. Het zijn de spullen van Emma. Daan? Tot vanavond, ik eet mee. Oké, doei. Oh, werkzaam. Wat is er met jouw hand? Oh, die zit vast. Hoe dan? Mam. Ja. Oh. Ik ben laat. Help haar, alsjeblieft. Doei. Shit. Waarom nu al? Doorgaan. Werken in een foodtruck is niet waar ik als kind van gedroomd had. Maar ik hoef er niet bij na te denken. En het verdient goed. Hi Erik. Hoi. Zullen we ook lapen? Dat maakt niet uit. Niet echt druk, hè? Nee. Daar hoopte ik al op. Ik hou van werken. Ik vind jou echt heel leuk. Hey, Dan. Zullen wij anders vanavond op date gaan met elkaar? Nee, ik kan eigenlijk niet. Oh. Nee, dat is helemaal niet door jou. Ik voel me gewoon een beetje... Nou... Is niet erg. Het is moeilijk om hem verdrietig te zien. Het is alsof hij een puppy slaat. Hey. Werk vanavond? Ja? 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 En daarna? En daarna op date? Ja? Oké. Oké. Ja. Oké, nu aan het werk. Ja? Ja. Daan, wat fijn dat je toch nog kon komen. Ik moest werken tot 6. Ja, en ik moest koken tot 6.
echt niemand die aan mij denkt. Mam? Ja, schat. Je hebt een portefeuille neergezet. Moet je weer voor twee eten? Nee, toch? Doe eens niet zo. Dag vaststaan. Emma. Ik dacht dat vast dat ik zin had in meer afwas. Geef mij die lepel eens. Oh ja. Zit je nou steeds vast? Waar blijft die lepel nou? Luca, heb je hulp nodig? Nee hoor, dit lukt me. Ik ben uitgegeten. Maar je hebt geen hap gegeten. Ik kan nog huiswerk. Maar je bent al 3 jaar afgestudeerd. Oh ja. Daan? Miss Bartels. Ik ga even mijn trui halen. Hoe krijgen ze die windmolens daar eigenlijk? Geen idee. Ze zien er juist wel mooi uitzien eigenlijk. Ja. Jaren geleden was ik met mijn moeder in Frankrijk. Toen studeerde ik zelfs nog. Oogcontact maakt alles moeilijker. Ken je Marseille? Ja. Aan de zee, toch? Ja. Ja. Middellandse Zee. Dat was de laatste vakantie die ik met haar had. Zijn moeder is ziek. Kanker. Dat was leuk. We gaan dit jaar ook niet op vakantie. Crematies zijn niet goedkoop blijkbaar. Wat? Sorry. Ik wil gewoon heel graag weg. Is oké. Okay. We kunnen ook nog gewoon samen de hele tijd zielig zijn. Deze zomervakantie.
spullen hebben ze uit haar kamer gehaald en in een doos gestopt. Dus dat is wat ze ooit was. Ze zit nu in een of andere stenen vaas. En een verhuisdoos. Man is weer eens bang. Oh. Als het moet kunnen we gewoon gaan. Ja. Ja? C'est ce qui t'est parlé français. Je m'appelle Daniel. Oké. Jij mag rijden en dan doe ik het woord wel. Wat? Jij mag rijden, dan doe ik het woord als wij straks naar Frankrijk gaan. We are going to Marseille. Oui, oui, oui. Come with me, mon ami. Marseille, mon ami. De binnenkant van een vulkaan. Siberië, Noord-Korea. Na deze avond was ik overal met hem naartoe gegaan. Maar Marseille, weg van alles. Weg van hier, weg van... Zie ik je morgen weer? Ja. Ja? Ja, dan werk ik ook. Ja? Ja. Leuk. Oh. Oeh, zo klinkt weg. Zo blij zou ik nooit meer zijn. Heb je de misbaksels nog? Dankjewel. Rusten. Wacht. Het is er? What the fuck ben ik aan het doen? Wat is het? Het gaan. Waar naartoe? Nu, naar Marseille. Naar Marseille? Ben je serieus? Nu? Ja. Je wil nu naar Marseille? Ja, ik wil nu naar Marseille gaan. Het was gewoon een goed plan. Laten we het gewoon gaan doen. En... ik wil nu gewoon gaan. Dan. Laten we nu gewoon gaan. Ja? Nee. Nee, we gaan niet nu naar mijn... Zo, jij wilt toch ook gaan? Fuck. Laten we dan gewoon nu gaan, toch? Gaat goed. Grapje. Grapje. Ja. Ben je oké? Nee. Ja. Tuurlijk. Oké, wel trusten. Wel trusten. Trusten. Daan, we waren doodongerust. Wat bezielt je nou om niet je telefoon op te nemen? Het spijt me. Het spijt je. Kijk me eens aan. Daan, kijk me eens aan.
Hoeveel vingers steek ik op? Nou, hoeveel vingers steek ik op? Ik heb niks op. Nou, jij anders wel. Weet je, Daan, ik weet best dat je het moeilijk hebt. 2 maanden is echt nog niet zo lang. Het is voor mij ook best snel. Ik ruik eten! Nou. Ik ben blij dat jullie meer genieten van die gefrituurde rotzooi. Dan van het eten wat ik voor jullie kook. Ik hoopte ze zelf om te kunnen eten. En ik hoopte ooit met een supermodel te trouwen. Welkom in de echte wereld, Daan. Je moet je verlies toe kunnen geven. Het nieuwe plan is het oude plan. Geld verdienen en oprotten. Misschien naar Frankrijk, maar wel alleen. Er verandert nooit iets. Niet in dit huis. We kunnen er ook een atelier van maken. Atelier. Kun je weer lekker schilderen? Oh ja, leuk. Schilderen. Daan. Ja? Vroeger dan was ik ook wel eens verdrietig, boos. En daar kon ik heel lang mee zitten. Mijn vader die zei dat je dat gevoel het beste een plekje moet geven. Wel een goed advies, hè? Ja. Wat zou jij ervan vinden als we vanmiddag naar het strand gaan en Emma een plekje geven? Haar uitstrooien? Ja. Hoe zou ik nee kunnen zeggen? Nou, top. Alle mama en ik jou vanmiddag uit het werk op.
Soms vergeet ik dat andere mensen mijn gedachten niet kunnen lezen. Gek, hè? Wat? Ik schaamde me. Bij de uitvaart huilde niemand. Dus ik ook niet. Want ik schaamde me. In de auto zeiden we helemaal niks. Toen we thuis kwamen was het opeens alsof alles veranderd was of zo. Ik voelde me zo leeg. En nu nog steeds. Is er wat mis met me? Ik weet niet. Het spijt me, sorry. Het is oké, het is oké. Hey. Luca? Hoi. Hey. Ze gaan haar uitstrooien. Waarom zit er eigenlijk een pot aan je handen? Ik zit vast. Ja, zie ik. Oké. Haar vuist is los. Los. Ja. Dat was makkelijk. Ik weet nu wat we moeten doen. Mam! Hey. Wat is er nou mis met mij? Niks. Helemaal niks. Zijn jullie er klaar voor? Nee! Wat? Nou, misschien morgen dan. Ja. Misschien morgen. Laten we het erover hebben.
beetje spontaner. Ja, vind ik ook. Leuke naam ook, Maud. Ja, ik vind Maud vind ik ook een leuke naam. Ja. Goedemorgen. 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 Hey. Leuk echt, we voor Maud gekozen. Ja. Ja. Doei. Doei. Doei.